Binnenkort is het weer Halloween, waar we veel mensen griezelig verkleed over straat gaan. Erg leuk natuurlijk, maar is dit jaar één outfit die je maar beter thuis kan laten? Het kostuum van de horrorclown. Hoe denkt Nijmegen eigenlijk over dit fenomeen? What does the fox say? What the fox say? Puberaal, sneu en het moet stoppen. Aldus de politie over de horrorclowns. Deze griezelige wezens die onschuldige voorbijgangers de stuipen op het lijf jagen, komen de laatste tijd steeds dichterbij. Vinden de Nijmegenaren dat dit veel te ver gaat of zien ze de lol er wel van in? Dat onderzoeken we zo meteen. Maar eerst even kort de hoogtepunten uit het nieuws van de afgelopen week. Met daarmee enkele reacties via de sociale media. What the fuck say? Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsfeitjes via onze pagina facebook.com/altijd-en-een. What the fuck say? We begonnen deze week met dichte mist op de maandagochtend, maar het levert wel prachtige plaatjes op. De politie wil een punt maken, negeer niet de privacy van de slachtoffer. We kunnen niet bij elk ongeval 12 extra agenten inzetten om de sensatiezoekers op afstand te houden. Het is heel simpel, of je verleent hulp of je hebt daar niets te zoeken en loopt gewoon door om degene die hulp verlenen de ruimte te geven. Doe je dat niet, dan hinder je hulpverleners en zou je strafbaar moeten zijn. In Nijmegen hangt op dinsdag de vlag uit voor Coming Out Day. En ook wordt bekend dat Suzanne Kuiken haar opwachting maakt bij de Zevenheuvelenloop. Nijmegen mag zich opmaken voor honderden Feyenoorders die komend weekend naar het Goffertstadion komen. En op donderdag valt er een hoogwerker om bovenop het terras van Café Biesels. Staat er een keer aan te komen, de terrassen reiken tot half op de Burgstraat. Met ervoor twee richtingverkeer, fietsers, winkelend publiek en een soort toeristen bij de Blauwe Steen. Wat had je anders verwacht? Nijmegenaren willen theeschenkerij terug in Goffertpark. Als het aan de stichting ligt, kunnen we er voor het einde van 2017 al een kop thee bestellen. En dan is het ook in Nijmegen zover. In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de politie hier een kille clown aangehouden. Ze waren al langer in Groesbeek en zo. Maar yo, no worries. Die mensen in Nijmegen zijn gewoon bored as fuck en gaan daarom andere mensen lastigvallen. Ze doen dus echt niks, behalve je laten schrikken dan. En hey, als er een is aangehouden, dan is er dus een clown minder op straat. Plus, de andere boardmensen denken er nu wel dik over na voordat ze hetzelfde gaan doen. Geen zorgen. En tot slot werd ook op vrijdag bekend dat het voortbestaan van het college van burgemeester en wethouders onzeker is. 21 miljoen euro overboeken naar een bedrijf? Belachelijk. Als er een grote verkeerde overboeking plaatsvindt bij een bedrijf, worden de schuldigen op staande voet ontslagen. What the fuck say? Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijd-en-een met hashtag WZHV. What the fuck say? Net als Halloween is ook de horrorclown overgewaaid uit Amerika. Griezelig uitziende clowns jagen voorbijgangers in het donker de stuipen op het lijf. En dat gaat er soms heftig aan toe. In de meeste gevallen is het wel grappig bedoeld, maar vaak zien mensen de humor er niet van in. Kijk even mee naar een korte compilatie van een Amerikaans filmpje. En let op, de beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Mee te lachen dus, als je dat op straat tegenkomt. En de laatste tijd komt het ook steeds dichterbij. Onlangs zijn deze clowns al gespot in Arnhem en Groesbeek. Wat vindt Nijmegen van dit fenomeen? Vinden we dat er maatregelen getroffen moeten worden? En wat zou hierbij passend zijn? What the fuck, say? Hallo meiden, hebben jullie wel eens gehoord van horrorclowns? Nee. Hallo, hebben jullie wel eens gehoord van de horrorclowns? Ja, maar... Niet weglopen, niet weglopen. Nee, jawel, jawel, nee, jawel. Niet weglopen, jawel, jawel. Horrorclowns, daar weet je wel wat over, toch? Nee. Nee, weet ik ook niet. Een horrorclown. Ik heb een bepaald beeld van de It voor me nu, dat wel. Heeft u gehoord van horrorclowns de laatste tijd? Ja, heb ik. Ja? Ja. Wat zijn dat, als u het kort kan uitleggen?
Dat zijn gekken die zich verkleden als clowns. Met hele enge uitdrukkingen. En die kinderen bang maken, hè? Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo grappig. Want je bent wel iemand aan het bang maken. En zeg maar, dat persoon kan echt heel erg bang worden of zo. En er zijn ook gewoon zelfs een paar killer clowns vermoord. Omdat de andere persoon zichzelf echt verdedigt en zo. Het lijkt me echt verschrikkelijk als je die zelf tegenkomt. Echt heel eng. Ja, ik zou hard wegrennen misschien. Ik vind het echt te gek voor woorden. Ja, want ik bedoel, wat schiet je ermee op? Heb je wel eens gehoord van horrorclowns? Ja, vanochtend op het nieuws. Wat zeiden ze daar? Dat ze achter kinderen aangingen. Uh-oh, wat doen ze dan met kinderen? Dan gaan ze je... Dan zeggen ze allemaal dingen. Probeer je een beetje bang te maken eigenlijk, hè? Ja. Wat vindt u daarvan? Eerlijk. Opgeblazen, vergrootglas, media-aandacht. En dan komen wij ook nog eens weer met de camera. Precies, het werkt dus. Eng en onnodig. Nou, dat kun je niet maken. Nee? Het is gewoon, ik hou ook niet van leedvermaak. En ik vind dat je dit soort dingen gewoon mensen niet zomaar aan kan doen. Heb jij daar ook van gehoord? Ja, op school. Op school. En wat zeggen ze dan op school daarover? Dat we goed moeten uitkijken ook. Ik snap niet waarom ze dat doen. Vind je dat wat er moet worden gedaan? Ja, moet gewoon stoppen. Voor hetzelfde geld heb je straks een hartaanval veroorzaakt of nog erger. Nou ja, nog erger kan haast niet, maar... Ja, ik vind het afschuwelijk. Ja, en jij? Ook. Ja, ben je er bang voor dat het jou gebeurt? Ja. Volgens mij is er gewoon eentje ook aangereden. Ja. Vind je dat terecht? Is het zo van, nou, had je maar niet moeten doen? Had je maar niet zo moeten verkleden? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje eigen fout. Want dan riskeren ze zelf wel als ze met een mes en zo gaan rondlopen en mensen gaan bedreigen en zo. Stel, bij Halloween vind ik dat nog wel leuk. Maar ja, gewoon zoals nu, deze tijd, is dat niet echt grappig. Moet iemand hier wat aan doen? Wat kun je eraan doen? Dat is ook weer een vraag. Want ik denk, het wordt niet van tevoren aangekondigd uiteraard. Dus het is wel weer een verrassing uiteraard. Ja, ik weet eigenlijk niet wat je er tegen kan doen. Ik denk alleen dat de politie is. En ik denk dat je zelf goed alert moet zijn. Ik bedoel, kinderen krijgen gewoon een trauma ervan. En dat vind ik gewoon niet leuk. Dat is geen grap meer. Bijvoorbeeld als hij met een mes om me afloopt, natuurlijk ga ik dan verdedigen. Ik denk dat er wel naar gekeken moet worden in ieder geval. Is dat een taak voor de politie misschien om daar tegen op te treden? Het is een hele lastige. Wat zouden ze dan moeten doen, denk je? Zeggen dat het niet meer mag. Als je ziet wat al die clowns doen, vind ik dat de politie wel iets tegen moet doen. Ik denk dat het uiteindelijk wel de taak voor de politie is. Maar als mensen geen aangifte kunnen doen, ik denk dat dat een beetje in dit soort situaties wel gaat spelen, wordt het vrij lastig. Papa is een beetje bang voor de camera, niet voor de horrorclowns, hè? Toch? Ja. Hij is veel stoerder, hij durft gewoon, toch? Ja. Hard aanpakken, die mensen. Wie zou ze moeten aanpakken? De politie. Een masker door midden snijden en kijken. Wie het gewoon, is. Gewoon masker door midden snijden en kijken. Ja. Ik weet niet hoe het bij u zit hoor, maar als ik zo'n clown opeens voor me krijg midden in de nacht, dan schrik ik me wel heel goed. Dat klopt. Goed te platter. En zo'n oud vrouwtje misschien. Dat klopt. Nou. Ja. Dus is er een rol voor iemand? Hoe gaan we dat aanpakken? Ja, dat is de vraag. Heeft u een idee? Of gaat het over als we geen aandacht hebben? Het gaat over. Dus eigenlijk moeten we gewoon nu stoppen met deze uitzending. Correct. Geen aandacht meer aan zeden. Precies. Gaan we dat doen. Dank Bedankt. What the fuck say? Tot slot peilen we net als vorige week de kennis van het lokale nieuws onder de Nijmegenaren. Hoe goed is men op de hoogte van de laatste nieuwsfeitjes? We leggen voorbijgangers 4 nieuwsberichten voor met de vraag, is dit waar of niet waar? What the fuck say? Vraag 1. De politie wordt geconfronteerd met vreemde vorm van sensatie zoeken. Tijdens hun werk worden ze eigenlijk, ze kunnen werk niet goed uitvoeren. Waar of niet waar? Ik zou het niet weten. Nu, op dit moment is het in de actualiteit. Ja. Is dat zo? Hebben ze last met het uitvoeren van hun werk? Dat weet ik dus niet. Jij, wat denk jij? Niet waar. Is het waar of niet waar? Niet waar. Wat denk jij? maar... De eerste is dat de politie wordt geconfronteerd met vreemde vorm van sensatiezoekers. Dus dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen doordat mensen sensatie zoeken. Nee. Nee. Niet waar? Ik geloof het ook wel, ja. Klopt. Mensen die video's maken, foto's. Ja, het is een rotzooi in de wereld. Dit is inderdaad waar. Omstanders bij een ongeval filmen en fotograferen vaak massaal, waardoor hulpdiensten worden gehinderd bij hun werk. De politie trekt nu aan de bel. En dan tweede is, er komt een boek over de opvang van Heumersoord. We willen ze een boek over maken. Ja? Ja en nee. Tussenin.
Dan moet je toch even verklaren in welke manier ja en nee. Ja, soms wel eens en soms niet. Het ligt er net wie het schreef en hoe het boek gemaakt wordt. Oké, en nu is ze gaan het maken. Is dat, denkt u, waar of niet? Dat ze het echt gaan doen? Ik vermoed het wel, ja. Ik weet niet of er een boek uitkomt. Ik weet wel dat het er is, maar... De gok. Waar of niet waar? Doe maar waar. Er komt een boek over de opvang van het Heumens Oord. Waar? Ja, klopt. Die ken ik. Ja. Die kent u? Ja, nee, ja, ik ken de initiator, ja. Ja. Leuk. Helemaal goed. Dus ja, dat is helemaal leuk. Ja. De Facebookpagina Humans of Heumens Oord gaat inderdaad een boek uitbrengen met de verhalen van de vluchtelingen die op Heumens Oord verbleven. Het gaat om verhalen en foto's die op de Facebookpagina zijn verzameld. De volgende. Brand bij hoofdingang Radboud UMC. Was daar een brand de afgelopen tijd? Geen idee. Wat zullen we zeggen? Waar of niet waar? Dat is niet waar, zeg. Ik hoop dat het niet waar is. Was er een brand? Niet waar? Ja, dat verzin je ook niet zomaar. Dus dan zeg ik dat het toch maar waar is. Niet waar. Ik heb niks gehoord. Dus. Niet waar. Er was brand bij de hoofdingang van het Radboud UMC. Ja, dat klopt. Afgelopen zaterdag heeft er inderdaad kort een brand gewoed op de researchafdeling van het Radboud UMC. Het was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Dan gaan we voor de laatste vraag. De woonboten aan het Maas-Waalkanaal mogen blijven liggen. Van mij wel, geen probleem. Van u wel? Ja, van mij wel, ja. Is geen probleem. En wat denkt u dat de gemeente zegt? Mogen die blijven liggen of moeten weg? Nou, als het ligt aan wat voor mensen erin zitten. Daar heb ik echt helemaal geen idee over. Geen idee. Maar. Ik volg helemaal geen Nederlands nieuws, alleen maar Turks nieuws. De woonboten aan het Maas-Waalkanaal die mogen blijven liggen. Niet wel. Nou, ik denk het niet, nee. Ja, goed, ja. Moet weg. Ai, wat sneu. Want die doen zo leuke dingen ook. Die maken ook theater, hè? Is leuk. Ja. Nou, dat wist ik niet. Ja, dat weet ik al meer. Helaas voor de bewoners is dit niet waar. Volgens het oorspronkelijke bestemmingsplan mogen de woningen daar niet liggen. En daarom moeten ze nu alsnog weg. What the fuck, say? Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijd_n1 met hashtag WZHV. What the fuck, say? Tot zover deze uitzending van Wat zegt het volk. Blijf ook de aankomende week op de hoogte van het laatste nieuws via onze website n1.nl en via facebook.com/altijd_n1. Tot volgende week. What does the fox say? Je kijkt naar Wat zegt het volk? Wat zegt het volk? Wat zegt het volk? Aflevering gemist? Kijk op n1.nl. Dus dat zei het volk. What does the fox say?